Een dingetje wat misschien leuk is om te beseffen, is dat Advaita of ontwaakt zijn of whatever, hoe het allemaal heten mag, dat is een kwestie van beleving, niet van opinie. Dus het ik-systeem werkt altijd met meningen. Dus er zijn heel veel meningen over van alles en nog wat. Realiteit is geen opvatting. Realiteit trekt zich ook er geen bal van aan wat jij ervan vindt. Dus als een of andere ontwaakte, whatever that may mean, iets roept en je vindt er iets van, vindt wat je niet laten kan. Maar het doet niet ter zake. Net zo goed als wanneer jij iets vindt van de realiteit, dan mag gerust. Alleen het helpt niks. Een van de kerndingen die in de beleving van er zijn anders is dan wanneer je in die bandbreedte leeft van opvattingen, verwachtingen, oordelen, ideetjes enzovoorts. Het cruciale verschil is dat vanuit er zijn er niet de beleving is dat iets verkeerd is. Dat is geen opvatting, maar er wordt gewoon niets gezien wat verkeerd is. Dat betekent dus niet dat als jij iets verkeerd vindt, dat dat niet oké is. Snap je? Wat het ik namelijk doet, is er altijd weer een voorschrift van maken. Als een of andere figuur waarvan jij denkt, je weet dat niet, maar je denkt dat die wakker is, of wijs, of iets dergelijks, en die zegt, er is niets verkeerd, dan zeg jij iedere keer dat wanneer jij iets verkeerd vindt, dat jij verkeerd bent. En die twee keer verkeerd. Dus, dan, it adds to your problems. Weet je wel, die worden alleen maar erger. Want wat we meestal doen, is weer een meetlat verzinnen van waar ik aan moet voldoen. Een wijze zei ooit, er is nooit wat verkeerd. Ik loop er de hele dag te ergeren, dus ik ben verkeerd. Dat vond je al. Maar nu heb je er nog een advaitisch verantwoord argument bij om jezelf te invalideren en neer te halen. Een wakkere in essentie of realiteit zegt nooit tegen jou dat je iets verkeerd doet. Zelfs al geeft hij je schijnbaar op je flikker. Het is niet omdat er iets verkeerd is, maar omdat je blijkbaar een interactie uitlokt. Er wil iets gebeuren, er wil iets spelen, er wil iets benadrukt worden of er mag iets wegvallen, whatever. Maar er is nooit het idee, het is verkeerd. Ego denkt dat alles verkeerd is, maar realiteit denkt niet dat ego verkeerd is, of dat hij er niet zou mogen zijn, of dat het echt zou zijn. Een schijnpersoon denkt, dit is goed en dit is niet goed. Dualiteit. Er is geen dualiteit, maar die maken we de hele tijd zo. En dat is niet verkeerd. Het is gewoon zo. Dan kun je observeren. Je kunt zien dat de mind in ene en nullen werkt. Dus iets is goed of het is niet goed. Maar de realiteit weet niet van goed of niet goed, want die gaat nergens heen. Die heeft geen plan. Het is gewoon maar. Anders weer in die vergelijking die ik vaak misbruik van die oceaan, dan zouden we moeten zeggen, eb is goed en vloed niet. Goed, niet goed, het gaat nergens over. Verkeerde categorieën. Maar als je eraan vasthoudt, dus we zouden wel een cursus, je kunt geen cursus doen in ontwaken strikt genomen. Je kunt wel een cursus doen in hoe kan ik beter lijden. Dat is te doen. Dat is gewoon de eerste wet om te lijden is, keur af wat is. Dat is de basis. Als je daar niet begint, dan is lijden onmogelijk. Dus lieve mensen, onthoud dat. Wie lijden wil, keur af wat is. Dus je bent bijvoorbeeld 1,70 meter, dat is niet goed. Het moest 1,72 zijn. Ik schiet tekort. Of het is stralend weer. Het is God beter begin maart, het zou moeten vriezen. Dit is verkeerd.
Dus wijs af wat is. En je kunt heerlijk lijden. En hoe meer energie je erin pompt, hoe sterker de lijdensbeleving. Het is bijna Pasen, dus... Let's suffer together. Dus lijden is te doen, bevrijding niet. Dat is eigenlijk de kern van deze bijzondere bijeenkomst. Dus een van de meest irritante dingen voor dat schijnbare ego-ding is gewoon... Je zou dat als spelletje kunnen doen, je daarop wijzen. Er is nooit iets verkeerd. Ook niet als je arm er ineens afvalt. Als je partner met het lokale hockeyteam gaat dammen. Als iemand een spontane tumor ontwikkelt. Je kunt dat leuk vinden of niet, maar verkeerd bestaat niet. Het is wat het is wat het is. Tweede elementje, wat van belang is als we willen lijden, is alles heel persoonlijk nemen. Dus ontkennen, non-dualiteit ontkennen, dat er gewoon alleen maar één is. Hak alles in stukjes, verdeel het in ik en niet ik. En gaan. Heel persoonlijk nemen alles. Je rijdt in je auto of op je fietsje door het glas heen, je band is lek en dat glas hebben ze speciaal voor jou neergelegd. Want het bestaan is tegen je, you know. Iemand scheldt je de huid vol, niet zien dat die ander gewoon in een of andere zelfverzonnen wolk gedoe zit, nee. De beledigingen persoonlijk nemen en daar de hele dag over nadenken. Wraakacties verzinnen. Wat had ik moeten zeggen? Want op dat moment deed je je bek niet open natuurlijk. Maar na de hand weet je wat je had moeten zeggen. Of de volgende keer zal zeggen. Dan ben je weer vergeten tegen die tijd of je klapt weer dicht. Ik klap altijd dicht. Ja, dan is dat wat het is. Maar goed ook, er komt weinig zinnigs uit. Dus who cares? Afkeuren wat is en alles persoonlijk nemen. Dan kun je 80 jaar op en neer en heen en weer. En in sommige van die rare beesten, die wij mensen noemen, is dat besef van er is iets verkeerd gewoon inactief. Het is niet dat ze beter zijn of dat dat goed is en het andere niet. Er is gewoon een bepaald subprogramma uitgevallen. Dus je zou ook kunnen zeggen er is een mankement opgetreden. Iets is kapot. Waarbij, dit is wel denk ik ook nog iets, als ik nog even door mag zeuren. Het concept of het besef van er is niets mis, is all inclusive. Dat is dus inclusief wat je jij noemt, jouw reacties. Dus niet wat heel veel mensen ervan maken van, ik ben hier zo, alles wat om mij heen gebeurt is niet verkeerd, want dat heeft een wijze gezegd, maar mijn reacties daarop zijn wel verkeerd. Of goed. Nee, alles, het is één oceaan, het is één beingness. Geen enkele reactie is verkeerd, ook niet als jij chagrijnig wordt omdat er glas op de weg ligt. Dus strikt genomen is Advaita geen oproep om wat dan ook maar anders te gaan doen of zien of vinden.
Snap je? Sommigen wel. Terwijl het ik-systeem overal een actie van maakt. Het hoort iets roepen en dan gaan we proberen dat na te streven. Van A naar B. Ik zou minder moeten denken, want een wijze zei ooit dat er nauwelijks gedachten waren. Hij constateerde gewoon een beleving. Hij zei niet, streef dit na. Maar mijn ik maakt overal van oh, iemand denkt minder dan ik, dus... Nou, mijn asshole. Dat is de grote grap van dat bewustzijnsspelletje. Dat softwareprogrammaatje, wat we ego noemen. Die je constant probeert aan te zetten tot van A naar B gaan. Verbetering. Iets moet eraf, iets moet erbij. En daar moet ik me voor inzetten. En als ik mijn best doe, dan lukt het wel. En als het niet lukt, heb ik niet genoeg mijn best gedaan. Wat weer bewijst dat ik een eikel ben. Dus... Het is de hele tijd saloenen.